bij sms'jes, twittertjes, dat soort zaken. Iedereen heeft nooit zoveel Twitter, op Twitter helemaal niet, ik zit ook nooit op Facebook. Sms af en toe eens. Maar ik wil even wat dingen neerzetten. Ik voel mij goed hier. Ik wil hier blijven. Dat is iets wat Leroy Labie een paar maanden geleden al zei. Ik heb mijn keuze gemaakt. Mijn gevoel zei me dat ik voor NVV moest kiezen. Later Rutjes. Eindelijk 100% NVV'er. Cor Gielis. Ik kijk uit naar de samenwerking bij NVV. Bram Castro. Heb er onwijs veel zin in. Ga vol in de bak en ben er helemaal klaar voor. Mark Veldmaat. Enkele voorbeelden van NVV'ers die de afgelopen weken mij persoonlijk of andere mensen per sms of per Twitter hebben laten doorschemeren dat ze gewoon hartstikke graag voor NVV willen werken. Wat een verschil met 2 jaar geleden, toen ik hier begon. Als je dan aan de 14 spelers die toen aanwezig waren, en er zijn er nog een aantal van hier, als je hun vroeg van, goh, wil je nog bij NVV blijven? Dan zeiden ze, ik wil hier liever vandaag dan morgen weg. En ik denk dat dat het grote verschil is en de grote winst die we nu gemaakt hebben. Los van het feit dat er natuurlijk spelers weggaan, dat er spelers vertrekken. Dat is een voorrij niet, bij ons niet anders als ergens anders. Als je naar de poster kijkt van een team van 3 jaar terug, dan zie je daar nauwelijks nog spelers in terug. Dat is nou eenmaal zo. Er gaat een bus vertrekken en er komt een nieuwe bus. En wat nog heel belangrijk is, is dat die bus die nou aankomt, die bus die hier bij ons nu aankomt naar volgend jaar, dat die misschien wel net iets beter is. Of net iets meer ons naar de goede kant kan schuiven. Dat het misschien een snellere bus is, of een grotere bus, of meer kwaliteit. Daar gaat het om. Dat weet je in de voorwereld, er gaan mensen weg, er komen nieuwe. Maar voor ons is het zaak om te kijken dat je ook die nieuwe dier haalt, dat die we net iets meer kunnen brengen om ons daar te krijgen waar we naartoe willen. En dat is uiteindelijk toch hetgene wat Ron net zei, ergens bovenaan in de Jupiler League te bivakeren. Misschien wel stiekem eens een keer een promotie, maar goed, dat is nog even toekomst. En met dat tevens in het brood. De gouden staart die deed ons hertje dood. De gruselkaal dat is een spierenhoes. De MVV gevulde velers toes. De winst op de voluus. Beschreven die bleef puur. De MVV ging gewoon veel door.